Ja, wat gaan we eigenlijk nou precies testen bij mij op deze fiets? We gaan jouw luchtweerstand, de fiets van, wel, van dus zowel jezelf als van de fiets, gaan meten bij verschillende snelheden. En dan gaan we even kijken of het klopt wat men vaak in elk geval percepeert, dat je meer nadeel hebt van tegenwind dan voordeel van rugwind. Het is wel een beetje veilig dat ik niet van de fiets afwaai. Ja, zeker waarom het veilig. Alles wat los zit is al de vorige testen weggewaaid, dus het komt helemaal goed. En Floyd is niet de enige die deze test doet in de turbine. Wat we onlangs hebben getest is de tijdritploeg van Lotto, de Nederlandse Lottoploeg, Lotto NL Jumbo, waar we op zoek zijn gegaan naar de meest optimale volgorde van de 6 renners in zo'n tijdrit. De windtunnel zoals hij hier in Eindhoven staat is uniek. Zo is hij met 46 meter de langste ter wereld. Een complete wielerploeg kan dan tegelijkertijd getest worden. Maar niet alleen professionele wielerploegen hebben er profijt van, ook auto's die meedoen aan de Solar Challenge. En dan gaat het inderdaad over het, ook het meer aerodynamisch maken van die wagen. Nu is aerodynamica geen apart criterium meer in de cruiserklasse. Maar het gaat nog wel over een bepaalde afstand binnen een bepaalde tijd afleggen met minimaal verbruik aan de zonne-energie die dan door de wagen wordt opgeslagen. Dus aerodynamica blijft desalniettemin heel belangrijk, ook voor dat soort competities. De test die Floyd doet duurt ongeveer 3 minuten. In die tijd vliegen bij de onderzoeker de cijfertjes om de oren. Eindconclusie voor Floyd: blijf maar lekker verslaggever bij Omroep Brabant, want de Tour de France winnen zit er niet in.